Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag een video over manifesteren. Ik ga jullie een beetje uitleggen hoe het voor mij werkt. Dit zal echt niet de enigste manier zijn. Dus ben ervan bewust dat het ook op vele andere manieren mogelijk zou kunnen zijn. Maar één ding is wel heel erg belangrijk, dat je het vanuit je hart manifesteert en niet vanuit je hoofd. Daar zijn ook wel de meningen over verdeeld, heb ik gehoord, maar ook wel dat ik soms op blogs of vlogs las of zag. Maar ik ga dus uitleggen wat voor mij werkt. Maar kijk vooral wat voor jou werkt. Dat is het allerbelangrijkste. Ik wil jullie alleen wel tools geven. Tijdens readingen heb ik het heel vaak over manifesteren vanuit het juiste gevoel, vanuit de juiste energiestroom. En heel veel weten daar niet helemaal precies mee wat ik daarmee bedoel. En daar is deze video voor, dat ik vandaag jullie daar een beetje uitleg over kan geven. Over het stukje visualiseren van hetgeen wat je wil. Maar het begint natuurlijk bij, wat wil jij? Wat wil jij manifesteren? Loopt dit synchroon met jouw zielsmissie, met jouw zielspad? Kleine voorbeeld, soms zijn er mensen die intens verliefd zijn en deze persoon bij naam en toenaam manifesteren. Eigenlijk zo naar verlangen dat deze persoon jouw leven mag gaan betreden. Maar als dit zo niet in jouw zielsmissie staat, dat dit synchroon loopt met jouw levensmissie, met jouw doel, dan zal dit niet gaan gebeuren. Dan kun je blijven manifesteren, maar als dit niet de trillingsfrequentie is van die persoon die jouw pad mag gaan kruisen eigenlijk, dan zal dit ook niet gaan gebeuren. En je kunt manifesteren voor het feit over het stukje liefde, daar zal ik zo meteen nog op terugkomen. Maar dat is een klein voorbeeldje dat manifesteren niet altijd werkt. Manifesteren moet echt vanuit jouw hart, vanuit jouw spiritueel hart, fysiek hart. En vanuit daar kun jij heel veel voor elkaar krijgen. Jouw hart is ook 6000 keer sterker als jouw mind. Dus mocht jij het gevoel hebben van, ik heb zoveel negativiteit, zoveel dingetjes. Ik geef ook altijd aan, al zijn er 9 gedachten heel slecht. En is er eentje vanuit je gevoel die jij continu blijft voeden. Waar jij wel heel veel input in geeft aan gevoel, aan liefde, dat je het ook echt vanuit je intentie voelt van, oké, ik heb al zijn er zoveel dingen niet goed gegaan, aan die ene hou ik vast. En doordat jouw hart 6000 keer, misschien wel vaker, kan versterken, kan dit ook alleen maar mooi op gaan liften. En dat is dus wat ik hiermee wil geven. Er zijn bepaalde synoniemen wat benoemd wordt, dat het zelf wish fulfillment zou kunnen zijn. Maar daar sta ik zelf niet helemaal achter, omdat het ook nog op het spirituele vlak gekeken mag worden. Is het jouw zielsmissie om dat te bereiken? Stel dat jij tijdens jouw reïncarnatie, tijdens jouw blauwdruk besloten hebt om in bijvoorbeeld een klein huis te mogen doorbrengen om echt dieper naar jouw kern te kunnen groeien, om daar jouw lessen uit te halen. En je manifesteert misschien een groot landhuis of een range of weet ik veel wat jij dan ook zou willen manifesteren. Als dat niet synchroon loopt met jouw zielsmissie, zal dit ook moeilijk uit kunnen gaan komen. Je zult dan wel een bepaalde vooruitgang kunnen gaan zien, maar niet in dat hoogst haalbare waar jij jouw mind op hebt gezet. Dus daar is ook wel een verwezenlijking in waar het soms wel of niet in lukt. Natuurlijk zijn er ook video's online die echt wel alleen maar vanuit de kijkers van, je kunt alles creëren wat jij leven wat je in je leven mag ontvangen. Ik zeg ook altijd, je bent de creator van je eigen leven. Maar daarnaast is het ook zo, dus dat het synchroon moet lopen met jouw zielsmissie. Maar wat ook nog mooi is, is droom groot. Wat wil jij? Wat wil jij creëren? Wat wil jij manifesteren? Wet van aantrekkingskracht. Dan gaan we daar eens even op in. Ik krijg daar veel vragen over van, ja, maar ik wil graag die nieuwe job. Maar waarom wil jij die nieuwe job? Waarom wil jij daar naartoe? Is dat vanuit jouw ware intentie? Of is dat omdat jij misschien een overstijgende energie wil hebben voor een ander? Voor die persoon die misschien jou een hak aan het zetten is. Of waarvoor jij iets wil bewijzen. Dat is wel de verkeerde intentie.
Hoe kom jij erachter wat jij wil manifesteren en of dat dit vanuit de juiste trilling is? Je moet zo voorstellen dat als jij in jouw hoofd zit, is jouw trillingsfrequentie lager. Als jij gaat mediteren, wordt jouw trillingsfrequentie hoger. En we willen naar die hogere trillingsfrequentie toe. Dus als jij gaat mediteren, en ik geef ook toe, mocht jij beginnend zijn met mediteren, dan is echt niet jouw hoofd in één keer rustig en stil en dan komen er geen gedachten op. Laat het dan gewoon lekker los. Elke keer, hoe vaker jij het proces doorloopt, zul jij ook makkelijker hierin gaan groeien. Maar elke keer zak jij iets hoger in een meditatie. En ik zeg, je zakt in een hogere meditatie. En dat bedoel ik mee van, je zakt verder in jouw bewustzijn of in jouw onderbewustzijn. En je laat je bewustzijn daarin los. En dat is precies wat we willen. Dat het in jouw onbewustzijn geactiveerd gaat worden. Dit is de uitleg over het stukje spiritueel manifesteren. Daar kom ik daar ook verder op terug, wat dat voor mij dus inhoudt. Maar het is dus eigenlijk, je mag een soort bestelling doen bij het universum. Je gaat in meditatie, je zakt echt diep in jouw kern en je gaat voelen. Wat voel ik? Leg contact met jouw gidsen of engelen, mits dat al kan. Hè? Want niet iedereen kan dat al. Maar voel wat jouw intuïtie zegt. Voel wat jouw onderbuik zegt. En vanuit daar kun jij dus gaan groeien. Daar kunnen elementen naar voren komen. Van dit wil ik heel graag. Maar dat, misschien dat kleine stemmetje van ja maar. Dit zal wel weer niet kunnen, want ik heb dit en dit en dit. Of je gaat allemaal beren op de weg ook creëren. Schrijf die tijdens of na de meditatie op. Want dit zijn elementen, dat zijn eigenlijk vastgezette overtuigingen die jij los mag gaan laten. En eerst mogen die overtuigingen dus weg, voordat je ook echt terug kunt gaan naar jouw wens, jouw manifestatie. Dus stel dat jij gaat mediteren en de eerste dag van je meditatie is zo van, oh, er komt dit oppoppen en dat oppoppen, schrijf het op. Ga daarna en met je bewustzijn ook naar werken van waarom popt dit op? Wat is daar de reden van? Is het nodig of kan ik het loslaten? Staat het mij in de weg of kan het mij helpen? Wat in de weg staat mag je loslaten. Het gaat er echt om dat je je overtuigingen en belemmeringen daarin gaat loslaten. Als je dat hebt gedaan, zul je merken dat gaandeweg je meditaties steeds dieper worden en intenser kunnen worden. Je kunt meer boodschappen door gaan krijgen. Ook kun jij meer tekenen van het universum door gaan krijgen door middel van synchroniciteit of door middel van getallen van engelen. En nu hoor ik je denken van ja, oké, ja, jij hebt het wel eens over die dubbele getallen. Inderdaad. Van de week toevallig nog iemand bij een reading. Ik weet niet, sterrenbeeldreading van jaarprognose van 2023. Ik zie elke keer veel 2-2 terugkomen in jouw video. Zit er een boodschap achter? Jazeker, daar zit een belangrijke boodschap achter. Hoe meer jij er bewust van gaat worden, hoe meer jij dus in jouw trillingsfrequentie gaat groeien. En dat is dus het hele doel van manifesteren op het juiste niveau, op de juiste frequentie. Je mag gaan stijgen in die frequentie. En als je dat gaat doen, dan is jouw trillingsfrequentie dadelijk op een niveau gekomen en hoog genoeg om ook jouw wensen uit te gaan spreken. Maar dan komt het, hè. Soms heb je mensen die spreken over maak een visiebord of maak het tastbaar of iets dergelijks. Voor mij werkt het zo dat als ik weet wat ik wil en ik ga het manifesteren, dat als ik het gemanifesteerd heb, ik laat het los. Ik geef het terug aan het universum. Want ik heb het volledige vertrouwen erin dat het universum het verder up gaat liften. En dat het, als het in synchroon staat met mijn zielsmissie, dat het vanzelf naar mij toe gaat komen op het moment dat het daar de tijd voor is. Het is dus niet zo dat ik, zoals heel veel ook wel aangeven tijdens manifestatie of wet van aantrekkingskrachten, van blijf het continu herhalen, herhalen, herhalen. Nee, dat is iets wat ik dus niet doe. Ik laat het los. En doordat je het loslaat, geef je dus eigenlijk ook aan van ik geef me volledig over aan het universum en ik heb de volledige overgave en het vertrouwen dat het juist naar mij toe mag stromen. En dat is eigenlijk precies wat ik ook zei ten tijde van dat ik de 4000 abonnees behaalde.
Ik heb dat toen de tijd die intentie gezet. Ik heb die manifestatie eruit gedaan. En ik heb het losgelaten. En zonder dat ik het zelf in de gaten had, groeide mijn kanaal. Nog steeds. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Maar ook die elementen kunnen naar jou toe komen. Stel, jij wil heel veel geld gaan manifesteren. Maak dan ook concreet hoe jij dit zou willen doen. In de zin van, ik zou graag de loterij willen winnen. Koop dan ook dat lot. Want je kunt niet manifesteren, ik wil de loterij winnen. Maar zolang jij dat lot niet koopt, zul je er niet komen. En het stukje spiritueel manifesteren houdt voor mij ook in. Dat als ik bijvoorbeeld geld wil manifesteren. Ik ga niet manifesteren hoe ik het wil ontvangen. Nee, want die hoe kan op heel veel manieren ingevuld worden. Dus dat laat ik dan over aan het universum. En of dat nou is omdat je de loterij wint, omdat je toevallig een ticket hebt gekocht of een loterijticket. Of je krijgt met je eindejaarsbonus in één keer zo'n kraskaart of zo'n kraslot of hoe noem je zo'n ding. 11:11 zie ik op het scherm. Heel mooi. Toen ik startte was het ook 11:11. Dus heel mooi dat het allemaal synchroon loopt met het universum. Onbewust helemaal niet in de gaten dat het al 11:11 was. Maar afijn, daar ga ik even verder niet op uitwijken. Het gaat er dus wel om dat je weet wat je wil manifesteren, maar het niet per se uitgestippeld hoeft te hebben hoe je het wil manifesteren. Want als jij de hoe in gaat vullen en de hoe wordt op een andere manier ingevuld door het universum, zal het jou ook misschien wel teleur kunnen stellen. Want stel je manifesteert geld en je krijgt in één keer schade aan je auto. Nou ja, dat is altijd pech hebben. Dan moet de verzekering bij komen, flink schadebedrag. Maar je kunt jouw schade voor een goedkoper bedrag laten herstellen, maar je hebt wel een groter schadebedrag bijvoorbeeld van de verzekering ontvangen. Nou ja, je hebt dus ook extra geld naar je toe gekregen. Dus de manier hoe kan op heel veel manieren ingevuld worden. Of het nou een fijne manier is of een iets minder fijne manier. Dat is dan om het even. Jij hebt iets gemanifesteerd. Jij hebt die trillingen het universum ingezonden. En vanuit daar kan er heel veel in werking gezet worden. Maar voor mij helpt het dus om los te koppelen van die manifestatie. Als ik iets gemanifesteerd heb, dan doe ik het wel met een soort ritueel. Zorg dus dat belemmerende overtuigingen, mochten die aanwezig zijn, losgelaten zijn. Dat ik ook echt voel vanuit mijn spiritueel hart, dit wil ik echt gemanifesteerd hebben, dat je het ook echt in het nu al voelt. Hè? Dat je het ook voelt en ervaart van, oké, ik heb het nu al ontvangen. Dat je na afloop van die meditatie ook dankbaar bent van, ik ben dankbaar dat ik het nu al mag hebben. En vanuit daar laat je het los. Want hetgeen wat jij wil hebben, ligt in het vooruitzicht, in de toekomst. En die toekomst is niet nu, want je bent nu hier en op dit moment heb je het nog niet gekregen of ontvangen. En omdat het nou om werk gaat, geld, een nieuwe studie of jouw zielsmissie in beeld krijgen, maakt helemaal niks uit. Hè? Het begint allemaal met de juiste intentie, met de hogere trillingfrequentie en uit daar het voelen. Het voelen en dit ook omarmen en uit gaan stralen, want vanuit daar, ik zei al, jouw hart is 6000 keer sterker, dus die trilling wordt enorm groot. En of je nou iets uitzendt het universum in vanuit jouw goddelijk hart, hè? Want die trillingfrequentie wordt dan wel hoger. Maar stel dat er elke keer toch dat stemmetje is van ja, maar al praat hij heel zacht, dat stemmetje wordt net zo hard het universum ingeprojecteerd als dat jouw spiritueel hart het zou doen. Dus het universum ziet geen onderscheid tussen hard of zacht, of wel willen of niet willen, of positief of negatief. Dus daarom vind ik het belangrijk als jij dus belemmerende overtuigingen hebt, door middel van meditatie dit in te gaan voelen en eraan te gaan werken om het los te gaan laten. En als je dus merk van oké, ik kan het loslaten, ik kan het loskoppelen en ik kan dus gaan manifesteren vanuit het hoogst haalbare goed wat voor mij het hoogst haalbare is. En je voelt het ook echt vanuit je intentie, vanuit je gevoel, dat je echt die trilling al door je, en die sensatie, stel je wil die liefde ontvangen. Hè? En je voelt al van, oh, het voelt goed, we lopen hand in hand en we lopen samen en we gaan samen koken en we gaan dit doen en dat doen. En je voelt het in het nu.
Die trilling wordt dus meegezonden. En dat is dus wat voor mij geactiveerd kan worden. Maar ook dus voor jou. En die activatie is echt niet altijd makkelijk. En ik weet dat er heel veel mensen nog steeds te maken hebben met die belemmerende overtuigingen. En ook ik heb er last van, niet altijd meer, maar ook wel eens. En dan word ik weer even met de neus op de feiten gedrukt. En dan pak ik het aan, laat ik het los en dan is het weer goed en ik kan weer in de stroming mee. En dat is eigenlijk precies wat ik jullie mee wil geven. Blijf lekker op je stroming. Probeer niet de overtuigingen of bepaalde gedachtepatronen wat een ander in jou geplant heeft mee te nemen daarin. Voel je eigen vrij om ook echt in je eigen energie te gaan staan en daarin te gaan groeien. En blijf vooral je trillingsfrequentie verhogen. Dus heb je een slechte dag, ga aan die ene punt denken wat jou heel veel opgeleverd heeft de afgelopen week. En vestig daar jouw gedachten op. En ik zeg gedachten, maar voel het vanuit je hart. Want het is een bepaalde gedachte die je op komt zetten, die je kunt transmitteren naar je hart, waardoor het dus eigenlijk in je hartfrequentie en harttrilling geactiveerd kan worden. En die koppelingen maken is een heel proces. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. Sommigen die zeggen van ik kan niet mediteren. Ga lekker dansen. Ga lekker in je stroming. Ga lekker in je energie. Anderen die hebben zoiets van ik kan mijn overtuigingen loslaten door middel van creatief bezig te zijn. Of door hard te lopen of wat dan ook. Welke manier voor jou dan ook werkt, het is belangrijk om die trilling dus te verhogen. En als je die trilling gaat verhogen, dan kun jij dus heel groot gaan manifesteren. Maar we zijn allemaal uit die sterrenstof ontstaan. Het universum is onwijs groot. Ga niet te klein manifesteren. Je bent het waard. Je mag het gaan ontvangen. Want heb jij het idee van ik manifesteer kleiner omdat ik meer niet nodig heb? Dan geef je dus eigenlijk aan, ik ben meer niet waard. En dan belemmer jij je eigen dus eigenlijk in je trillingsenergie. Jij mag gaan groeien, lieve ziel. En jij mag staan voor wie jij bent. En jij mag gaan manifesteren maar wat je maar wil. Net als die magier in de tarotkaarten die elke keer naar voren komen. Net als dat ik zeg, je bent de creator van je eigen leven. Alles mag gaan groeien. En ook jij. En dat mag jij in gaan zien. Jij mag in gaan zien dat jij het waard bent. Dat je dus heel groot mag gaan manifesteren. Wat wel dus synchroon loopt met jouw zielsmissie. Ben jij hier op aarde gekomen met als levensdoel dat jij leert omgaan met jouw passies en intuïtieve ontwikkeling, maar wel verblijvend in misschien een achterstandswijk of wat dan ook. Ook daar kun je jouw trillingsfrequentie gaan verhogen. Al is jouw woonomgeving dan niet misschien hetgeen wat je verder kunt upgraden, jij kunt wel jouzelf gaan upgraden. Met daarbij ook de mooie boodschappen en intenties die jij neer kunt zetten. Misschien is jouw zielsmissie wel om vanuit die achterstandsbuurt mensen te gaan ondersteunen en inzichten te gaan verschaffen. Een breder publiek daarin te gaan stimuleren. Misschien ben jij wel die engel die daar in die wijk aanwezig mag zijn om jouw licht daar te laten schijnen. Om de mensen die daar in een depressie zitten of in een negatieve spiraal ook het kleine lichtpuntje te laten inzien. Als dat jouw zielsmissie is, dan zal dat grote kasteel of die dure auto misschien niet voor jou gemanifesteerd kunnen worden. Maar dat voel je dan ook wel van binnen. En hoe meer jij jouw zielsmissie helder krijgt, hoe meer er in het zicht komt wat voor jou eigenlijk in jouw blauwdruk staat. En we hoeven niet in de toekomst verder vooruit te kijken, want we leven nu. Maar we kunnen het wel ervaren wat we nu graag zouden willen ontvangen. En laat het daarna dus ook los. Heb je die manifestatie verricht? Laat het dan vooral lekker los. Ik zie weer 1919 op het scherm. Dus voor jullie zal dat dadelijk waarschijnlijk anders zijn als ik het voorstukje ervoor heb gezet. Maar heel dankbaar dat ik dit voor jullie mag doen. Ik hoop dat mijn stukje inzicht over manifesteren, de wet van aantrekkingskracht, jullie kan inspireren om op jullie eigen manier dit ook in werking te gaan zetten.
En om jullie ergens toch misschien net een kleine tool weer te hebben aangeboden, waarmee je dus verder kunt gaan groeien hierin. Het allerbelangrijkste is dus wel die lagere trillingsenergie achterwege te laten of in ieder geval te neutraliseren. Dus mocht die overtuiging of belemmering naar boven komen, schakel deze dan uit op een juiste manier. Niet van ik stop het weg en het is er niet meer. Maar ga er echt even doorheen van waarom is die aanwezig? Waarom is die actief? Kan ik dit loslaten? En is het nodig dat die nog aanwezig is? Want soms zijn overtuigingen en belemmeringen er dus al vanuit je kindertijd geplant. Stel dat het te maken heeft met een overtuiging waardoor jij zelfvertrouwen mist. Of waardoor jij een bepaald trauma hebt opgelopen. Dan is het dus belangrijk om je volledige manifestatie uit te gaan spreken. Ook door dat pijnstuk heen te gaan en dat pijnstuk los te laten. Alleen dan zal die trilling ook verder kunnen upgraden. En dat is wat ik je zo ontzettend gun. Want dat gun ik iedereen. Iedereen mag naar die grotere haalbare liefde toe groeien. En iedereen mag ervaren wat een hogere trillingfrequentie inhoudt. Dat bepaalde aannames of situaties waarin je dus eigenlijk anders de perspectief ziet als wat een persoon uitzendt, dan is dit een bepaalde belemmerende overtuiging in de ander. En als dit jouw overtuiging is, dan is dat prima als jij daarin gelooft. Maar ga je eigen afvragen wat je daarmee bereikt. Wat haal jij daar dan uit? Haal jij jouw voordeel daaruit? Of is dit een overtuiging die een ander projecteert, waardoor jij je eigen misschien beter voelt? Of waardoor jij dus niet door je eigen pijnstuk heen hoeft? En zodra je dat op een rij hebt, zul je ook merken van oké, ik heb misschien iemand anders een belemmerende overtuiging van mezelf geprojecteerd, terwijl dat niet fair was. En als je merkt dat jij dat zelf bent, laat het dan ook gewoon los. Ga dan kijken waarom je dit hebt gedaan, waarom die projectie is geweest. En kan ik het loslaten? Zit er dus een pijnstuk aangekoppeld? Laat het dan lekker los. Ga door dat pijnstukje heen en ga invoelen waar jij naartoe mag en wat jij nodig hebt. En alleen dan zul jij ook vanuit het hoogst haalbare kunnen gaan manifesteren. Dus lieve mensen, ik hoop echt ontzettend veel dat jullie iets aan deze korte boodschap hebben gehad. Of ja, kort, het is inmiddels al over de 20 minuten. Ik hoop, laat vooral weten wat je ervan vond. Of dat je dit een fijne bericht vindt. Of wat je ermee kunt inzetten. Of dat je je tools nu hebt bereikt. En inzichten hebt gekregen om het zelf ook in werking te zetten. Ik ben achter de schermen ook met iets anders moois bezig. Heel veel mensen die vinden het fijn om rustgevende muziek te luisteren tijdens meditaties. Maar dat het niet een begeleidende meditatie is. Maar gewoon alleen de klanken. Er zit een bepaalde trillingsfrequentie of trillingshertz in een muziekstuk. Wat kan helpen om dingen aan te prikken in jouw systeem. Ik ben achter de schermen bezig om zo'n soort video's ook concreet te maken, dat jullie dus op mijn kanaal muziekstukken terugvinden om tijdens een meditatie misschien wellicht te gebruiken of aan te zetten met oortjes in als jij in slaap wil vallen of gewoon om rustig te worden als je te veel prikkels in je hoofd hebt. Daar ben ik dus achter de schermen ook hard mee bezig. En dit vind ik een hele mooie toevoeging die ik aan mijn kanaal kan aangaan bieden voor jullie om ook, als jij in een drukke periode zit, vooral als we dadelijk ook die kerstperiode weer, en ook Sinterklaas natuurlijk aankomende week weer, dat je daar je rust ook weer even in terug kunt vinden. De video's zullen niet mega lang zijn, maar je kunt hem altijd op repeat zetten natuurlijk, als jij dit in de nacht zou willen beluisteren. Het gaat erom dat die muziek dus ook echt in je onderbewustzijn iets geactiveerd zal krijgen. En die activatie kan er ook mee te maken hebben. Dus dat je trillingfrequentie omhoog mag gaan. Dus daar ben ik achter de schermen mee bezig. Ik hou jullie hiervan op de hoogte. Mocht dit online gaan komen, dan zijn jullie de eerste die dat te weten komen. Voor nu wil ik jullie nog een onwijs fijne avond toewensen. En tot de volgende video. Doei doei!